Vanuit Eetcafé De Hooitjes in Leiden kijk je naar Politiek Euvel op Unity TV. Het programma voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de politieke nieuwsontwikkelingen. Vandaag gaan we het politieke jaar van vorig jaar bespreken. En hiervoor zijn aangeschoven Paul van Menen van D66, Pieter Kos van GroenLinks en Paul Laudy van de VVD. Heren, allereerst een gelukkig nieuwjaar. Als jullie een beetje champagne willen, neem alsjeblieft. Ja, we gaan dus het politieke jaar even doornemen. Maar eerst meneer van Menen, ik ben zelf een nieuwkomer. U zit nu... anderhalf jaar als fractievoorzitter van de grootste partij in de raad. Hoe bevalt dat? Uitstekend. Uitstekend. Ja. Ja. Smaakt naar meer. Ja, want u bent, er is een nieuwe bestuurscultuur en u bent er eigenlijk de vaandeldrager van. Dat is een beetje wat mij bijblijft. Kunt u er iets meer over vertellen over de nieuwe bestuurscultuur? Ja, ik zit sinds 2002 in de gemeenteraad. En ik heb zowel in D66 in de oppositie gezeten als in de coalitie. En in beide situaties heb ik gevoeld in de afgelopen jaren dat er... dat we eigenlijk te weinig toekwamen aan het inhoudelijk debat. Dat er te veel geregeld werd. Niet zozeer gekibbeld, maar te veel al geregeld was direct na de verkiezingen. Dan werd er een coalitieakkoord gesloten waar eigenlijk alles al in stond. En waardoor er heel weinig ruimte voor zowel de gemeenteraad als voor de burgers en organisaties in de stad overbleef. En dat hebben we geprobeerd anders te gaan doen. De raad weer echt als geheel aan de macht te brengen. Dat is het hoogste orgaan in de stad. En dan moet je ook alle partijen de ruimte daarin bieden. En dat doe je vooral door niet te veel van tevoren met elkaar af te spreken. Dat hebben we tot 2 A4'tjes weten te beperken. En bovendien hebben we ook met elkaar een aantal afspraken gemaakt over hoe we op een goede manier met elkaar omgaan. Nou, en dat lukt? Nou, ja, dat naar mijn mening geweest. Wel. Ja, tenminste. Dus ja, rustig. Kijk, er is natuurlijk wel van alles aan de orde geweest, maar de manier in ieder geval waarop we met elkaar gesproken hebben is denk ik veel meer op de inhoud gericht geweest dan dat in het verleden vaak het geval was. En ook het is naar elkaar toe ook denk ik op een veel betere manier gegaan. We hebben elkaar echt bevraagd op de inhoud en op de argumenten. En dat ontbrak er in het verleden nog wel eens aan, omdat er dan eenvoudig weg verwezen werd naar de afspraak die nou eenmaal gemaakt was. Maar goed, de andere heren moeten dat maar... Ja, want zijn jullie het daarmee eens? Beter zo? Ik denk dat de oppositie de afgelopen 1,5-2 jaar veel beter functioneert dan daarvoor. Dat ben ik wel met meneer van Meijer. Ja, dus dankzij de collegepartijen. Ik ben het met meneer Vermeen eens dat we de afgelopen jaren maar echt met z'n allen hebben geïnvesteerd in het terugbrengen van dat inhoudelijk debat. En dat is iets wat meneer Vermeen gelukkig ook al voor 2010 riep. En waar hij nu met de grootste partij in de raad de kans heeft om daar ook, daar ook echt zeg maar, de daad bij het woord te voegen. En dat is mooi, maar we moeten het wel echt met z'n allen doen. En ik heb het idee dat we daar met z'n allen ons best voor doen. En dan bent u 1 keer dit jaar dissident geweest. Dat was toen het over het twitteren ging. Ik moet het even noemen. Ja, prima. Dat hoort er ook bij dit jaar. Ja, dat was toch een van de onderwerpen die de landelijke media ook gehaald heeft. Ja. En u was echt op tegen. U was een van de weinigen. Er waren geloof ik 3 die het volledige Twitterverbod wilden. Ja. Nee, kijk, voor mij is twitteren tijdens de raadsvergadering is eigenlijk hetzelfde als er dwars doorheen praten. Ik vind het niet zo... Het draagt in de eerste plaats helemaal niet bij aan het debat. Het verhindert het misschien wel, het leidt af van de inhoud, althans dat is mijn opvatting dan. Dus ik heb me daartegen verzet en ik vind het kortom echt niets bijdragen aan een betere cultuur. En vandaar dat ik hou er ook wel van om af en toe een beetje dwars te zijn. Ja. Dat komt er dan ook nog wel bij. Dit redelijk onschuldig onderwerp. Ja, je zit naast de ongekroonde Twitterkoning van Leiden, moeten we maar even noemen. Bijna misschien gekroond. Wel van heel Nederland. Want de Twitter, hoe noemen ze het eigenlijk? De Twitterverkiezingen. Ja, Twitteraar van het jaar. De Twitteraar van het jaar. Ja. En nu 2e in de tussenpol. Ja, er moet nog een vandaag kan je de eerste worden. Maar twitteren, dat is wel iets waarin je blijft kleven. Want ook in de gedragscommissie heeft u gezeten. Dat is een beetje... Ja, daar herinner ik u aan, laat ik het dan zo zeggen. Ik zie hier de tekst op mijn steen al. Nee, maar verder, daar hadden we het al over. GroenLinks, een kleine, maar in mijn ogen echt actieve en zichtbare partij in de Leidse politiek. Tevreden over 2011. Ten eerste dank je wel voor dat compliment. Ik bedoel, we werken als GroenLinks heel hard om
eigenlijk ook zelf op een nieuwe manier. We zijn in de raad aan een nieuwe bestuurscultuur begonnen. Maar ook binnen de partij proberen we op een nieuwe manier vorm te geven aan onze standpunten. En ook aan de manier waarop we dat uitdragen. Dat merk ik sterk in de groei van het ledenaantal. Dat is een sterke verjonging gaande. Het dwars is opgekomen. Ja, er is ruimte voor gesprek intern. En dan merk je dat mensen zich ook thuis voelen. En dat is ook zichtbaar. Maar ik vind het zelf ook leuk om dus op vernieuwende manieren het gesprek aan te gaan. En wat mij betreft kun je eigenlijk als politicus nu niet meer zonder bijvoorbeeld Twitter. En ik weet dat meneer Van Meenen er niet zo'n fan van is. En meneer Lau die doet er helemaal nog niet aan. Maar die... Nou, die komt nog wel in dit jaar. Misschien is het wel een van zijn goede voornemens. Ja, ja. Maar je moet het gesprek met de stad zoeken. En Twitter is daar een goed medium voor. Ja, meneer Laudy, meneer Kos, is dat de... niet nog een keer die term gebruiken, maar is dat de oppositieleider eigenlijk? Nou, er zijn in Leiden gelukkig nog steeds een groot aantal oppositiepartijen. De PvdA is de grootste met 6 zetels. Maar ik herken wel meteen dat GroenLinks met 4 zetels en daarmee, anders dan wat u zei, niet echt een kleine partij denkt, maar gewoon een partij die ertoe doet. En met een geheel nieuwe fractie eigenlijk stevig aan de weg timmert. En dat is zeker een compliment waard. Dus ja. In die zin, alle lof voor GroenLinks die volgens mij een duidelijk geluid in de Leidse Raad laten horen. Ik kijk nu zelf een jaar mee met de Leidse politiek. En ik moet zeggen dat als je niet zou weten dat de VVD in het college zit, dat u ook af en toe als een aardige oppositiepartij bijna uit de hoek kan komen. Ja, ik denk dat dat compliment incasseer ik dan niet. Ik denk dat wij bij de VVD sinds jaar en dag inmiddels een stijl van politiek bedrijf in de stad hebben, waarbij we ook kritisch zijn naar het college, ook als we daar zelf in zitten. Dat is de taak van de gemeenteraad, om het college van burgemeester en wethouders te controleren. En dat doen wij graag met verven. En ook als wij daar zelf in zitten, betekent dat je af en toe wel kritisch moet doorvragen en moet doorpakken als je van college bijvoorbeeld niet de antwoorden krijgt die je wilt hebben. Ja, want aan het eind van de uitzending gaan we het nog hebben over de Ringweg Oost. Maar u kunt stevig zijn in het debat. Ook de wethouder flink aanpakken. Ja, maar het is af en toe ook nodig. U noemt de Ringweg Oost, we hebben het daar straks nog over, maar... Dat is een voorbeeld van een dossier dat al tientallen jaren loopt en waar het nu echt aankomt op doorpakken en iets realiseren. En als dat naar ons inzicht onvoldoende gebeurt door dit college en door deze verkeerswethouder Robert Strijk van D66, ja, dan zal de VVD niet aarzelen om dan met de vuist op tafel te slaan. Want we vinden het belangrijk dat die dingen gebeuren in de stad. En dan gaan we het nu over het afgelopen jaar hebben. Meneer Van Meenen, u wilde het over de Rijn-Gouden lijn hebben. Ja, heel kort maar hoor, want het ding is dood en nog net niet begraven. Nou, maar ik vond het toch wel... Het was wel een behoefte die D66 gedaan had aan de kiezer. Ja, klopt. En dat is een heel smal, glibberig pad geweest. En, waar ik, als ik terugkijk op het afgelopen jaar, erg blij mee ben, is dat ook de provincie tot het inzicht is gekomen dat er zoveel bezwaren zijn tegen een Rijn-Gouwenlijn door de binnenstad van Leiden. Dat men dat in het akkoord in de provincie heeft beëindigd. En goed, er moet nog allerlei werk gedaan worden om dat allemaal netjes af te hechten. Maar 2011 is toch duidelijk het jaar geworden waarin daarvan afscheid genomen is. Betekent... Ja, want u had die belofte gedaan aan de kiezer. Maar eigenlijk werd het al snel duidelijk dat Leiden daar niet zoveel meer over te zeggen had. De provincie die escape boot was misschien wel fijn. Nou, kijk, wat er gebeurd is... Kijk, als wij niet in 2010 dat pad op waren gegaan om die Rijn-Gouwlijn alsnog tegen te gaan houden, dan was ook dit jaar, had de provincie niet de besluiten genomen die ze genomen hadden. En een van de dingen die we ook bij het coalitieakkoord in 2010 al hebben afgesproken, is om goed na te gaan wat onze positie exact was. Zowel in juridische zin, maar ook als het gaat om om alle vervoersaspecten, alle economische aspecten, et cetera, van de Rijn-Gouwlijn. Nou, daar is een rapport over verschenen in september 2010 van de commissie Staal. En daar staat aan de ene kant in dat de juridische positie van Leiden niet sterk is. En aan de andere kant staan er ook allerlei argumenten in die duidelijk maken dat er tal van bezwaren, die veel mensen in de stad al kenden, tegen die Rijn-Gouwlijn door de binnenstad zijn. En wat denk ik enorm geholpen, dat rapport heeft denk ik in de provincie enorm geholpen om uiteindelijk tot dit besluit te komen. Een paar weken geleden was ik bij een bijeenkomst die wij zelf georganiseerd hadden met Ingrid de Bond, gedeputeerde.
Ja, en die gaf dat ook eigenlijk met zoveel woorden aan. Hè. Het is zo evident dat de hele exploitatie van die lijn niet goed is. Dat er tal van aansluitingsproblemen zijn, veiligheidsproblemen. Die allerlei risico's, ook financieel. Dat het gewoon een slecht plan is. En wat wij gedaan hebben is laten zien dat dat zo is. En ruimte gevonden voor dat argument. En uiteindelijk is het de provincie geweest. Die de stekker eruit getrokken heeft. Bij ons aan tafel zitten, jullie waren in ieder geval het verkiezingsprogramma allebei nog voor de Rijn-Gouden Lijn. De universiteit was boos toen het niet doorging. De winkeliers in de binnenstad waren boos. Is het nou eigenlijk een goede zaak dat het niet doorgegaan is? Ja, wie van u? Ja, nou, misschien zal ik dan beginnen in ieder geval. Dat ik heb ten eerste wel een beetje het gevoel dat D66 inmiddels al zwalkend toevallig op de juiste plek gevallen is. Want ze zijn begonnen met het Rijn-Gouden Lijnplan. Vervolgens beloofd om het tegen te houden. Toen zei de commissie Staal, dat kunt u helemaal niet. En uiteindelijk heeft de provincie de knoop doorgehakt dat we het in ieder geval niet zo gaan doen. En dat laatste ben ik blij om. Omdat het ervoor zorgt dat we in de onderlinge verhoudingen ook de kans hebben om te kijken, wat willen we nou wel? Wat mij stoort is dat de provincie besloten heeft, we doen het niet. En het geld dat we hadden bedacht om te investeren in openbaar vervoer in de regio, wat ook bedoeld was voor spoorverdubbeling naar Utrecht, dat geven we uit aan asfalt. En dat vind ik zonde. Dat had niet moeten gebeuren. En ik begrijp het gelijk niet. Nou, het is ook niet juist. Er wordt een deel overgeheveld naar 100 miljoen. Dat is flink veel geld. Maar dat is maar 20% van wat de Rijn-Gouden in zijn totaliteit zou kosten. En de rest wordt gewoon in openbaar vervoer geïnvesteerd. Ja, maar ja, meneer Louden, dit is nu echt oppositie. Retoriek van het zuiverste. Ja, er gaat al te weinig geld naar het OV en nog 20% extra naar asfalt. Maar is gewoon zonde geld. Een van de winkeliers in de binnenstad. Daar hebben we vaak over gehad dit afgelopen jaar in Politiek Heuvel. Het gaat moeilijk. En die hadden die Rijn-Gouden toch graag zien komen. Ja, zeker. En het is ook geen geheim dat ik daarom een groot voorstander was en ben van een tram door de Breestraat. Maar dat beeld lijkt nu heel ver weg. En wat die winkeliers, denk ik, ons en onze standen Leidse politiek kwalijk nemen. En dat gaat eigenlijk over heel veel meer dan alleen die tram. Maar dat is dat we jaren in deze stad praten over allerlei dingen. En dan lijk je er bijna te zijn en dan gaan we toch weer net die andere kant op. En zodoende gebeurt er eigenlijk niks in deze stad. Want is er nou eigenlijk een alternatief? Want ooit was dat hier Joost van Breukelen. En die vertelt het over de Leidse glipper, als ik het goed heb. Dat alternatief, zit dat er nog in? Ja, dat wordt meegenomen in de provinciale overwegingen. Ja. Het is een heel goed plan om nog meer te gaan doen met busjes en dat soort van vervoersmiddelen wat we nu al in de stad deels hebben bij het SSL parkeerterrein. Maar ik ben wel met eigenlijk de eerste woorden van de heer Vermeene eens. Het lijkt nu toch zo te zijn dat het Rijn-Gouden-Lijn dossier dood is, maar niet alleen dat. Maar dat er qua openbaar vervoer ook echt niks meer gaat gebeuren in deze stad. En dat is wat Pieter Kos zegt. Ik denk dat dat juist is. Teleurgesteld nee te schudden. Zoals ik er naartoe kijk, gebeurt er eigenlijk de komende jaren niets aan verbetering van openbaar vervoer voor Leiden. En dat is natuurlijk wel echt een gemiste kans. Nou, de Rijn-Gouden Lijn, gemiste kans. We gaan nu over naar de verdeling van de NUON-gelden. Daar kwam u mee, meneer Kos. En een beetje teleurgesteld eigenlijk over de manier waarop het gegaan was. Heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, laat ik het anders zeggen. En het is bijna jammer dat we dit nou gelijk achter de RGL aankrijgen. Ik denk dat we allemaal echt heel erg investeren in gezamenlijk komen tot keuzes die toekomstwaarde hebben. Dat is wat meneer Laudy net ook zei. We zijn er de afgelopen jaren heel sterk in geweest om als coalitie iets te bedenken. Dat dan zelfs als je eigenlijk al wel weet dat het weinig draagvlak meer heeft door te zetten. Omdat het een gezamenlijke afspraak was. En niet meer de oppositie te betrekken bij het proberen draagvlak te krijgen voor je plannen. We werken er hard aan, maar ik vind het juiste verdeling van de NUON-gelden een gemiste kans in dit verhaal. En dus ook een beetje een dissonant in heel veel dingen die wel goed gaan. Ja, oppositie niet genoeg betrokken? Ja, kijk, het enige wat wij daar in de coalitie over afgesproken hebben is een verdeling van het totale bedrag van, ik meen, 100 miljoen euro. Iets in die orde van grootte over vier terreinen. Met een 20-30-20-30 verdeling over bereikbaarheid, onderwijs, milieu en cultuur en sociaal beleid. Meer is er niet afgesproken. Vervolgens is er om het geld wat binnenkwam toch een zekere bestemming gegeven, vanuit de raad gevraagd om enige richting binnen die vier onderwerpen te geven. En daar heeft het college een voorstel voor gedaan. Dat is verder niet
dichtgetimmerd in de coalitie. Hadden we makkelijk kunnen doen. Zo zou het in het verleden gegaan zijn. Maar er is over het voorstel van het college in de raad gesproken. En dan heeft iedereen de kans gekregen om daar veranderingen op aan te brengen. En uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar dat is iets anders dan dat je van tevoren de boel helemaal dichttimmert. Dat is ook niet zo, want dat geld dat is dan weliswaar heeft een soort van bestemming gekregen. Maar over de invulling daarvan moet op heel veel terreinen nog beslist worden. En daar is meneer Kos net zo bij als meneer Laudy en ik, of D66. Dat debat zullen we gewoon met elkaar voeren. Dus ik vind het jammer dat meneer Kos dit onderwerp probeert te brengen in een soort van ja, zie je, het gaat toch niet helemaal goed, want er worden nog steeds afspraken gemaakt. Nou, meneer Laudy. Maar het hoort toch ook bij politieke afspraken. Ik heb in ieder geval nog maar goed, ambitie we hebben dat voor zeer beperkt. Sorry? Ik heb in ieder geval nog ambitie voor beter. Nou, ik denk goed. Niet dat we er zijn. En als ik zie hoe de lijst met afspraken waar we de NUON gelden aan uit gaan geven tot stand is gekomen, dan zijn wij daar bij betrokken als een soort van u mag er tegen stemmen. Maar uiteindelijk is er geen enkel ander voorstel vanuit de oppositie aangenomen. En maar dat ook, is jammer, want dat betekent... Maar ook niet vanuit de coalitie. Ik ben er ook niet bij betrokken. Nou ja, ik wil dit eigenlijk... Nee, serieus niet. Ik wilde dit eigenlijk voor later bewaren, maar van de week werd ik gebeld voor de radio en werd mij gevraagd wat mijn politieke jaar of moment was in Leiden. En toen dacht ik van, wat is dat nou eigenlijk? En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat wat er in Leiden dit jaar gebeurd is, dat er heel veel grootse plannen niet doorgegaan zijn. En dat hoorde ik net ook al in uw verhaal. En dan heb ik het over de Huis van de Sport, de Rijn-Goudenlijn, zowel de Ringweg Oost als de Rijnlandroute. Daar is in dit jaar allemaal zijn er geen beslissingen in genomen, maar hoe... Misschien kunt u daar antwoord op geven, meneer Laudy. Hoe komt dat nou? Hoe komt het dat dat soort grote projecten parkeren, dat er eigenlijk geen definitief besluit wordt genomen? Ja, dat heeft te maken met twee dingen. De eerste is dat veel van die plannen lange doorlooptijd kennen, ook in de planning en in de aanloop. Maar het gaat u ook niet snel genoeg, toch? Als dat is ook precies waarom op een aantal van die belangrijke dossiers de VVD blijft hameren van vooruit met de geit, laten we de schop in de grond steken en beginnen. Maar je ziet ook dat de voortdurende wisselende politieke samenstelling van de Leidse gemeenteraad er natuurlijk ook voor zorgt dat sommige dossiers die heel ver zijn dan toch opeens niet doorgaan. Uiteindelijk, want je kunt op dossierniveau vinden van een Oost-Vipolder of Rijn-Gouwenlijn of een Huis van de Sport wat je wilt. Maar dat al die plannen niet doorgaan is uiteindelijk voor de stad natuurlijk niet goed. Want op termijn gebeurt er dan niets. En dan blijven we inderdaad in de vaart der volkeren simpelweg achter. En dan worden we straks echt een slaapstadje in de provincie. En dat is wel een angstbeeld wat in ieder geval bij de VVD wel leeft. Ja, ik zie hier gelijk iemand mee schudden. U bent er absoluut niet mee eens. Nou, kijk, ik begrijp heel goed wat meneer Laudy zegt. We moeten ons wel realiseren dat ook in die verandering die je tot stand wil brengen, stuit je op een aantal dossiers die eigenlijk in het verleden helemaal niet op basis van de inhoud zo ver gekomen zijn. Maar die zijn veel eer op basis van macht tot stand gekomen. De Rijn-Goudenlijn is daar een heel goed voorbeeld van. Ja, daar werd al lang niet meer geluisterd naar argumenten. Er werd gewoon op basis van politieke macht doorgezet. Zo zijn er nog een paar. Maar ik ben het ook niet eens met de conclusie dat er niks gebeurt. Ja, er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in parkeergarages. Er wordt maar dat heb ik niet gezegd. Er is gebeurd, maar grote projecten die zijn dit jaar niet echt doorgegaan. Nou, nog niet. Hè. Maar het is niet zo dat alle grote projecten gestopt zijn. Nou, ik kan nog een voorbeeldje geven, want dat doe ik trouwens ook zelf aan. De Oostvlietpolder. Er is nu wel besloten dat er niet gebouwd gaat worden, maar er ligt geen alternatief plan klaar. Wat er nu wel met die Oostvlietpolder gaat gebeuren, dat is niet helemaal duidelijk. Dat hebben we ook niet nodig. Er zijn al vrij vergaande plannen ook bij de provincie en in samenwerking met de vrienden van de Oostvlietpolder om daar een groene inrichting tot stand te brengen. En maar daarvoor moet je eerst nog wel een paar stappen zetten. Bijvoorbeeld de wijziging van het bestemmingsplan. Ja, we hadden hier de vrienden van de Oostvlietpolder. En die waren inderdaad heel blij met dat er niet gebouwd werd. Ze zeiden van ja, we zitten nog steeds in onzekerheid. We weten nu niet wat er wel gaat gebeuren. Er is geen alternatief gekomen. Ja, nou, ik was daar niet bij die uitzending. Nee. Maar wat ze precies bedoelen met alternatief is groen. Ja. Nou, ik denk dat op zich de Oostvlietpolder nou typisch een project is wat je niet even snel kunt regelen. We hebben nu gezegd, het blijft groen. Er is echt hele brede consensus in de raad die zegt van nou, we houden de Oostvlietpolder groen. En dan is er nu in gesprek, juist om draagvlak te zoeken, wordt er gesproken over wat wordt nou de toekomst van de Oostvlietpolder. Ik denk eigenlijk dat de vrienden zich geen zorgen hoeven te maken over hun Oostvlietpolder. Dat komt wel goed. Ja, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En
Maar ik zit een beetje met dat beeld wat meneer Laudy schetst van een slaapstadje waar we dan naartoe zouden kabbelen met z'n allen. Nou, zo ervaar ik Leiden absoluut niet. Vind ook altijd bijzonder dat eigenlijk als je de hoofdpunten van de Leidse VVD ziet, dan gaat het er alleen maar om dat we zo snel mogelijk om of door Leiden heen kunnen rijden. Terwijl het gebeurt hier echt, als je nou ziet, grote projecten die het wel gaan halen volgens mij. Dan noem ik bijvoorbeeld een single park. Prachtig park rondom de Leidse Singels, een miljoenen investering. En dat gaat het redden omdat we daar bijvoorbeeld met Stadslab samenwerken. Omdat we gelijk aan het begin van het project niet vanuit het stadhuis dicteren. Wij denken dat het zo moet, maar het gesprek met de stad zoeken. En dat is wat we in de toekomst moeten doen om te zorgen dat grote projecten het wel halen. En ja, als je dat niet doet, zoals we nu eigenlijk ook bij de Ringweg Oost weer aan het doen zijn. Dan krijg je in 2014 weer een compleet andere gemeenteraad. En die zal zeggen, stop er maar weer mee. Maar u doet eigenlijk, meneer Laudy, tekort. Want ik vroeg hem waar hij deze uitzending over wilde praten. En dat was sport. Dus niet over een weg door de stad. Het was over sport. Meneer Laudy, er is geld vrijgekomen voor sport dit jaar. Ja. En nou is er 60, als ik het doe ik even, 60 miljoen is er aan achterstallig onderhoud in de breedte sport. Dus dat zijn gewoon bij normale sportverenigingen, de kantine, de sportvelden. En dit jaar, bij de programmabegroting, is er geld vrijgekomen. Daar wilde u het over hebben. Ja, dat was wat mij betreft een van de belangrijkste momenten. Zo niet het belangrijkste moment van het afgelopen jaar. Want daar zag je dus inderdaad wel iets gebeuren. 60 miljoen achterstallig onderhoud. Inderdaad, bij uw voetbalclub en bij mijn handbalvereniging overal in de stad. En het wordt hoog tijd dat we daar iets aan gaan doen. Alleen we hebben daar al heel lang geen geld voor in de stad. En je ziet eigenlijk in al die discussies die ik met de heer Kos en met de heer Vermeenen en al die andere Leidse politici voer, dat sport iedere keer het ondergeschoven kindje bleef en op het eind van de rit toch sneuvelde. Omdat we aan andere dingen, ongetwijfeld heel goede dingen, geld gingen uitgeven. Nou, is het dan niet jammer dat het Huis van de Sport niet doorgegaan is? Nou, kijk, dat is nou weer zo'n groot project. Er waren allerlei risico's aan het Huis van de Sport. Waaruit uiteindelijk het college van de burgemeester en wethouders de conclusie heeft getrokken. Het is verstandiger met dit project. Er zou een tekort gaan ontstaan van 20 miljoen. Dat bleek uit een onderzoeksrapport. En als je kijkt naar onze Leidse track record met grote dossiers en dat soort tekorten, dan is het misschien maar goed dat daar de stekker uit is gegaan. Des te belangrijker is het dat na jaren van discussie rondom Huis van de Sport, dat je tegen die sportverenigingen in Leiden die nu nog steeds met achterstallig onderhoud zitten, dat je tegen die sportverenigingen zegt, we gaan nu echt iets doen. We gaan nu gewoon die kantine opknappen, die dugouts vernieuwen, die nieuwe sportvelden aanleggen. En daar heb je dus geld voor nodig. En wat mij betreft is het politieke moment van afgelopen jaar dan ook dat we bij de begroting gezegd hebben, goh, we gaan 0,5% van het geld dat er bij de gemeente binnenkomt, dat is ongeveer 750.000 euro per jaar, structureel ieder jaar weer extra besteden aan dat doel, aan de sport. En dat de VVD daar de andere partijen in heeft meegekregen en dat de gemeenteraad eigenlijk bijna voltallig, ik denk met uitzondering van GroenLinks, en waarschijnlijk de Christen, daarvoor heeft gestemd. Dat weet ik trouwens zeker. Erg veel vreugd. Ja. Maar meneer Van Meenen, volgend jaar sport? Nou, kijk, ik ben het met de heer Laudy eens. En het is ook het initiatief van de VVD, dat is ook buitengewoon goed geweest. En wat het ook duidelijk maakte, is dat de raad aan het stuur zit. Hè, want het was echt tegen de wens van het college in. Het maakt het ook voor het college het leven niet eenvoudiger. Want het moet nu gewoon 0,5% van de begroting gevonden worden. Maar goed, dat is de opdracht die de raad heeft meegegeven. En voor een heel goed doel, voor sport. En er zijn overigens meer middelen naar sport gegaan, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik ben het met de heer Laudy eens. Ik wil toe dat wij die gesteund hebben. Sorry? Maar ik wil hier best tegen sportpartij neergezet worden. Nee, helemaal niet. Maar daar zeg ik ook niks over. Ik had het over de VVD en een goed initiatief. Maar voor mij was het ook een hoogtepunt, omdat het zo duidelijk maakte dat de raad aan het stuur zit. En dat is wel waar het in een democratie uiteindelijk om gaat. En wij zijn de gekozen volksvertegenwoordigers en dat is niet het college. En dan vraagt het toch ook wel moed om daar ook als coalitiepartij tegenover op te stellen. Oké, dan was dit het jaar van 2011. Dan gaan we nu naar dit jaar toe. En eigenlijk, daar kunnen we heel vrolijk van worden, eensgestemdheid in het onderwerp waar we het over gingen hebben. Dat is namelijk bereikbaarheid. En met name de Ringweg Oost. Maar er zal verder geen eengestemde missen. Meneer Kos en meneer Van Meenen gaat met u alsof hij het erover eens is. Meneer Laudy gaat roepen morgen en ik zal zeggen nee. Ja, want u bent er niet voor, hè? Nee, er is nu, laten we nog even kort samenvatten wat er gebeurd is. Het plan was om het via Leiden Dorp te laten lopen over de Zeildijk. De provincie heeft gezegd dat mag niet.
Leiden Dorp die had er bezwaar tegen gemaakt. En nu gaat hij door de Sumatrastraat waarschijnlijk. Mm-hmm. In een tunnelbak. Dat zeg ik goed, toch? Dat, dat wordt onderzocht. Ja. En vindt u geen goed idee? U zegt eigenlijk, die weg kan helemaal weg. Of die hoeft er niet te komen. Nou, zeker niet op deze manier. Ik denk ook dat het heel ingewikkeld wordt hoor, om een goede tracékeuze te maken. Maar we zeggen nu, hij gaat onder de Sumatrastraat door. Maar een hele kant van de Sumatrastraat moet worden afgebroken. Willen we deze variant van de Ringweg Oost kunnen bouwen? Het is nogal wat. En dat is het mij absoluut niet waard. En ik vind ook dat dit is weer zo'n punt waarop het misgaat. We hebben een briefje aan de mensen daar gestuurd. Nou, we gaan het nu onderzoeken. Maar hou er alvast rekening mee dat uw huis verdwijnt. Ja, dat is niet de manier waarop zo'n weg uiteindelijk kans maakt. Dit is weer typisch. Eigenlijk zouden we hier ook met de stad eerst eens in gesprek moeten. Goh, dit zijn de varianten, kunnen we ergens toekomen? Maar dit soort investeringen, het heeft geen enkel draagvlak. Die hele weg komt er ook niet. Dat weet eigenlijk ook iedereen. Nou, als die weg er niet komt, dan zal u een probleem krijgen met het college, denk ik. Ja. Of dan zal het college eigenlijk een probleem krijgen met u. Dat lijkt me juist. Maar los van die politieke situatie, ik vind het belangrijker dat die komt. En natuurlijk, draagvlak is heel belangrijk. Maar ik ben niet met GroenLinks eens dat er geen sprake is van draagvlak. Of dat er geen poging is gedaan om draagvlak te krijgen. Want er wordt al jaren in de stad en met bewoners gesproken over die Ringweg Oost. Ook oud-wethouder van GroenLinks, John Steeg, heeft allerlei ateliers in de stad opgetuigd waarmee met vele inwoners in Leiden is gepraat over die Ringweg Oost. Dus de stad weet dat er wordt gedacht over een weg. En de stad weet in ieder geval dat we zo'n weg hard nodig hebben. Want al die Leidenaars die dagelijks weer in de file staan op bijvoorbeeld de Lammenschansweg, die weten dat we echt een oplossing nodig hebben aan die kant voor de stad die er nu niet is. En ik had inderdaad ook liever een ringweg gezien die dan over Leiderdorps grondgebied over de Zeildijk ging. Die wordt het helaas niet. Dat hebben ze in Leiderdorp veroorzaakt, laat ik het zo maar even zeggen. Ja, dan moeten we wel gaan kijken naar een alternatief. Want niks doen, ja, dat is echt de dood in de pot voor de stad. Ja, en over draagvlak gesproken? De draagvlak, of in ieder geval de steun van D66 sinds kort er ook bij voor de Ringweg Oost. Nou, wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan RWO niet zo. Nou ja, Peter Boosma heeft hier laatst uitgelegd hoe we dat moeten interpreteren, dat zinnetje. Ja, kijk, de heer Kos begint nu al te lachen. Ja, dat was enigszins. Maar de heer Kos praat liever niet over zijn verkiezingsprogramma, want daar staat namelijk zonder enige restrictie dat die weg er gewoon moet komen, want dat is heel belangrijk. En namelijk om precies de reden waarom D66 er ook een voorstander van is, en dat is het autoluw maken van de binnenstad. Want daar hebben we een aantal problemen. Kijk, meneer Kos staat bijvoorbeeld te roepen, en dat ben ik ook met hem eens, dat er maatregelen op de Morsweg genomen moeten worden. Verkeersmaatregelen, om het daar autoluwer te maken. Maar die stuiten op het probleem dat als je dat zou doen, dan krijg je de problemen elders. En die zijn al heel groot, bijvoorbeeld op de Hooigracht. Maar daar sluit meneer Kos even zijn ogen voor. En dat komt er nu wel goed uit om gewoon even te roepen van dus er is helemaal geen probleem. D66 heeft duidelijk erkend, ook al in zijn verkiezingsprogramma, dat er wel een probleem is. Dat was die Rembrandt-tunnel, toch? Het is goed als er een bepaalde structuur om de stad heen komt. Maar je moet je ogen ook niet sluiten voor het feit dat dat heel ingewikkeld is. En het is er alleen maar ingewikkelder op geworden nu Leiderdorp zijn zin heeft gekregen van de gemeente. Maar gaan jullie volgend jaar uitkomen? Nou, wij zijn wel uit ingewikkelder dingen gekomen. Dus dat zal nu ook wel weer lukken. Maar voordat je dat kunt doen, en daar verschillen meneer Laudy en ik nog wel eens van mening over, vind ik dat je eerst echt alle feiten goed op tafel moet hebben. Hetzelfde geldt voor de Rijnlandroute overigens. Meneer Laudy wil het liefst, staat ook hier en daar te lezen, de asfaltmachine laten draaien. Nou, dat is ook prima als dat gebeurt, maar dan wel graag op een manier dat het ook het juiste effect heeft en dat het ook maximaal draagvlak heeft. Dat is bij dit soort projecten altijd heel lastig. Je kunt het ook niet iedereen naar de zin maken. Maar voorlopig zijn wij blij met het feit dat alternatief onder de Sumatrastraat onderzocht gaat worden. Mocht dat onverhoopt ook niet lukken, dan voorzie ik nog wel een probleem. Okay. En wat dat probleem is, weet ik niet. Dat horen we dan dit jaar nog. Dat zien we dan wel weer. Ja, we gaan afsluiten. Maar ik voorspel in ieder geval dat bereikbaarheid dit jaar het spannendste onderwerp gaat worden. Denken jullie dat ook? Of? Ja. Nou, bedankt dat jullie er waren. Paul Laudy van de VVD, Pieter Kos van GroenLinks en Paul van Menen van D66. Mijn naam is Leenert Beekman. Dit was Politiek Euvel.